De Kersten Group of Companies start met de Kersten Training Academy. Degenen die offshore willen werken, kunnen op deze academie terecht voor training. Dit is het hoogtepunt van het bedrijf na deelname aan de 4e editie van de Suriname Energy Oil and Gas Summit. Directeur Vishal Jetnanden Singh zegt het volgende hierover. Dit is in feite het hoogtepunt voor ons, want volgende week openen we ons eerste bedrijf die speciale diensten gaat verlenen voor de offshore oil en gas sector. Dat is de Kersten Training Academy. En dat zijn safety trainingen, de basis safety trainingen om offshore te mogen werken. Deze trainingen moeten ieder volgen die offshore gaat werken, die op een boorplatform gaat werken. Die hoort deze trainingen te volgen. Dus iedereen die daar gaat werken, van de hoogste persoon tot de schoonmaker, bij wijze van spreken, die hoort deze trainingen te volgen. Kersten bestaat al sinds 1768 en het is met haar 20 werkmaatschappijen actief op veel terreinen. Het bedrijf streeft ernaar om nog enkele branches tussen nu en volgend jaar op te zetten. Ondertussen zijn de renovatiewerkzaamheden van het Oud Krasnapolski Hotel gaande. Volgens Jetnanden Singh moeten deze binnen 6 tot 7 maanden afgerond zijn. Hij is de mening toegedaan dat de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector veel werkgelegenheid kan creëren, vooral voor jongeren. Wat er gaat gebeuren met de offshore olie- en gasindustrie is dat in feite de economie in zijn geheel zal groeien. Dus voor de jongeren gaan er sowieso heel veel jobs zijn en dat zal je zien in alle sectoren van het land. Dus ik denk dat er sowieso, als de jongeren gewoon allemaal ervoor zorgen dat ze een goede opleiding volgen binnen hun vakgebied of wat hun interesseert, denk ik dat het voor ieder wel een goede baan zal kunnen krijgen op termijn in Suriname. Het gaat niet van de een op de andere dag gebeuren, dat zeker niet. Maar de komende 5 tot 6 jaar zal dat wel het geval zijn.